Nou, eventjes naar het strand en kan ik eventjes gaan kijken of we daar lekker kunnen vissen. Oh, kijk, dit is heel klein kiezelstrand. Het is niet echt zand. Misschien dat het zo meteen nog zand wordt, maar. Even kijken. Het ziet er heel mooi uit. Oh ja, hier hebben auto's gereden. Die hebben natuurlijk die vuilniszakken gelegd. Kijk, hier ook overal vuilnisbakken. Er zit iemand een sigaar te roken. Dat ruikt wel heel lekker. Nu is dat hele fijne kiezelstrand een beetje weg. Oh. Dat ziet er veelbelovend uit. Wauw! Nou weet ik dus niet of het in één keer heel diep afloopt. Daar heb ik geen idee van. Maar ik ga het wel even proberen of ik hier even kan vissen. Oh ja, het grappige is, kijk, we reden door de mist toch vanochtend. Kijk, en daar is nog steeds dampig. En daar staat de camper. Daar staat die van ons. Ik ga even mijn hengel in orde maken. Nou, jullie zien hè, mijn hengeltje staat klaar, daar zo. Ik ga eventjes vissen, maar ik was al een half uurtje bezig. En kijk, die zon die weerkaatst zo, dus ik moet even een keppie pakken, want dat is even beter voor me. Ja, dit neem je niet mee naar binnen hoor. Nee. Hey, vertel even, wat staan we hier te doen? Nou, jij staat te vissen. Ja, en jij kreeg de JBL niet aan. Ja. Ik ben aan het vissen. Daar, en ja, het is allemaal mist. Ja. En ik denk, komt nooit iemand voor ons? Nou, er staat nou iemand voor ons. Ja. Nou ja, nou ik. Die anders, die komt er eerder nog, hoor, die lijn. Ja. Ja, geef het. Hey, ik zie je zo. Ja. Zo, kijk. Heb ik slim gedaan. Heb ik de GoPro op de grond neergelegd. En zo kan ik mezelf dan even filmen, zodat jullie kunnen zien hoe ik aan het ingooien ben. En nou is het natuurlijk maar te hopen dat er niet een hele hoge golf komt die zo over de GoPro heen slaat. Maar ja, één ding scheelt, ze zijn waterdicht. Ik heb hier een heel klein aasvisje. Tenminste, dat is niet een echte, maar een kunststof, zo'n rubber ding. En ik heb hier een drijver. Kijk, dat is de drijver. En als ik die dan in het water gooi, dan moet je hem langzaam naar je toe draaien. En dan hoop je maar dat je beet hebt. Kijk. Hartstikke idee. En dan moet je hem gewoon heel langzaam weer binnenhalen. En als je hem dan aan het binnenhalen bent, dan voel je vanzelf of er een zeebaars hem grijpt, ja of nee. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Ik hoop maar dat het een zeebaars is die hem grijpt. De zon die is best wel fel. Nou, en helaas moet ik voorstellen, kijk, niets eraan. Volgende worp beter. De GoPro zo neerzetten dat jullie er wat van kunnen zien. Kijken. Zo. Kijk. We staan nu gedeeltelijk in de zee. Kijken. Goed te zien. Zo. We staan nu in zee. En zo naar de gooi geven, dan kunnen jullie zien waar hij heen gaat. Zie je, vlak voor de kust van Algerije ligt hij nou. Het zou nu een hele grote stunt zijn. Als ik nu een keertje beet had, want dat kunnen jullie zien. Toen haalde ik de een naar de ander eruit, dat hadden we in totaal wel vijf.
één losgeschoten, vier gevangen, twee teruggegooid. En nu ben ik al een paar dagen aan het vissen en ik heb er niet één tikje gehad. Zo kan je zien hoe het kan schelen. GoPro even uitzetten.